De Belgische banksector heeft de huidige crisis aangevat met een sterke financiële positie. Hierdoor kon de sector een belangrijke rol spelen in het opvangen van de huidige crisis en het ondersteunen van de economie. Bovendien hebben de toezichthouders ook maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de banken hun kernfunctie in de financiële bemiddeling kunnen blijven vervullen. Zo werd er bijvoorbeeld beslist om bepaalde kapitaalbuffers vrij te geven. En dat gaf de banken extra ruimte om de kredietverlening te blijven verzekeren en eventuele verliezen op te vangen. Verder hebben de federale regering en de financiële sector ook een akkoord gesloten met als doel de financiering van bedrijven en gezinnen te vrijwaren. Dit akkoord bevat enerzijds de invoering van een federale garantieregeling voor nieuwe bedrijfskredieten en anderzijds de invoering van een zogeheten moratorium of betalingsuitstel voor bestaande kredieten. Op het hoogtepunt in september 2020 werd er zo'n dergelijk betalingsuitstel toegekend aan 13% van de totale uitstaande bedrijfsleningen en 6% van de hypothecaire leningen. Op die manier hielp de maatregel de bedrijven en gezinnen met sterk gedaalde inkomsten om een wanbetaling als gevolg van een tijdelijk liquiditeitstekort te vermijden. Tot op heden werd er, onder andere dankzij die steunmaatregelen, nog geen toename vastgesteld van het aantal wanbetalingen op kredieten. In september 2020 bedroeg het aandeel van zogeheten probleemleningen in de Belgische banksector slechts 2%. Maar er wordt wel verwacht dat dit aandeel zal toenemen in de toekomst naarmate de steunmaatregelen wegvallen en de lange termijngevolgen van de crisis duidelijk zullen worden. Verschillende bedrijven en gezinnen zullen op dat moment misschien niet meer in staat zijn om hun lening op een normale wijze terug te betalen. De Belgische banken anticipeerden nu al op die verwachte toename van de wanbetalingen door het aanleggen van voorzieningen voor toekomstige kredietverliezen. In de eerste 9 maanden van 2020 werden er maar liefst 2,5 miljard nieuwe voorzieningen geboekt. Hoewel die voorzieningen natuurlijk een negatieve impact hadden op de resultaatrekening van de banken, bleef de sector als geheel wel winstgevend. Het rendement van het eigen vermogen, wat een belangrijke indicator is van de winstgevendheid van de banksector, bedroeg voor de eerste 9 maanden van 2020 nog 5%, ten opzichte van ongeveer 9% in de jaren voordien. In 2008-2009, gedurende de financiële crisis, waren de banken en meer algemeen het financiële systeem verantwoordelijk voor de crisis, en ook een belangrijke crisis. Vandaag is het totaal anders. We hebben veel maatregelen genomen, ook op niveau van de Nationale Bank van België, om de eigen vermogen, de kapitaalpositie van het sector te versterken. En het maakt het mogelijk vandaag voor de banken om bijvoorbeeld moratoria toe te staan en daardoor de economie te ondersteunen. Dus de banken waren aan de oorzaak van de crisis vorige keer. Ze zijn nu deel van de oplossing, maar alleen maar een deel van de oplossing.